Staatsolie hanteert voor olieleveringen marktconforme concurrerende prijzen. Dit staat in een vandaag uitgegeven persbericht naar aanleiding van berichtgevingen als zou het bedrijf wurgcontracten hebben met de EBS voor het leveren van elektriciteit door de Staatsolie Power Company Suriname SPCS en de levering van stookolie voor de opwekking van energie door de EBS centrales. Staatsolie heeft geen vast contract met de EBS, maar levert tegen prijzen die gebaseerd zijn op de geldende wereldmarktprijzen voor de Surinaamse olie. De SPCS-centrale heeft een opwekvermogen van 96 megawatt. Een groot deel van de opgewekte elektriciteit wordt geleverd aan de staat Suriname. Het contract tussen SPCS en de staat schrijft een olieprijs voor als grondslag voor de berekening van de stroomprijs, gebaseerd op de prijs van de Amerikaanse Gulf Coast olie, vermeerderd met de kosten voor smeerolie en transport. In de factuur over de maand juni 2016 was deze grondslag $38,25 per barrel. Ten tijde van de hoge olieprijzen is deze berekeningsgrondslag hoger geweest. De prijs van elektriciteit is concurrerend met de wereldmarkt. De prijs van de Surinaamse Saramacca crude oil is afgeleid van de US Gulf Coast olie. Deze prijs is lager dan de gangbare internationale olieprijzen voor Brent en West Texas Intermediate. Aldus een persbericht van Staatsolie in verband met de levering van stookolie en elektriciteit aan de staat Suriname.